Het doel van de dag was om met werkgevers op de dag van het autisme met werkgevers aan de slag te gaan om meer werkgevers zover te krijgen dat ze plek maken voor mensen met autisme binnen hun bedrijf. En we hadden hier vandaag 50 verschillende werkgevers, van groot tot klein. En een stuk of 50 mensen die de doelgroep vertegenwoordigden, ervaringsdeskundigen en andere deskundigen op dat terrein. En we hebben een buitengewoon inspirerende middag gehad. Waarbij blijkt dat werkgevers zien dat er geweldig veel talent zit onder mensen met autisme. En dat werkgevers ook zien dat er nog geweldig veel werk verzet moet worden om de werkvloer uiteindelijk rijp te maken voor mensen met autisme. En dat is het mooiste aan het eind van deze dag, dat eigenlijk alle werkgevers hebben gezegd van ik ga een volgende stap zetten om mijn werkvloer autisme vriendelijk te maken. En dat is niet uit aardigheid voor zielige autisten, maar dat is gewoon omdat werkgevers zelf ook zien dat je mensen met autisme gewoon geweldig goed kunt gebruiken in je bedrijf. Nou, daar gaat het om en een mooi resultaat konden we niet bedenken. Ik wil het hebben over de ambassade. En dat wordt mijn werknaam voor het netwerk van autismeambassadeurs. Dat hebben wij gestart en dat zult u de komende jaren gaan merken. En u kunt er aan meedoen. Het doel is autisme normaler te maken. We hebben het woord al vaker gehoord vandaag. Normaal, zoals wat je tegen kunt komen overal.